Oh mijn god, een tempel! Ja, een tempel, ik zweer het je! Welkom en leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Knol Power! Knol Power! Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Mijn naam is Enzo Knol, rechts van mij staat Link, links van mij staat... Wow, dat is raar. Ja, wacht. Oké, andersom, Ja. Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Mijn naam is Enzo Knol, links van mij staat Link en rechts van mij staat Rechtsemie. Hallo. En voor mij is gewoon de tempel waar wij straks naar binnen gaan, want alarm. Enzo moet snel naar opname beginnen, want... Oh, dit is hier een katje. Ik heb een vis. Kijk, ik heb een vis. Kijk, ik heb een visje. Oh, kijk een visje. Oh, lekker. Kom maar. Hij is heel raar met dat beest aan het doen, hoor. Ja, maar wat, even serieus. Ik geef je even een kom. Ja. Nee, niet schieten. Ik bescherm je. Nee, echt niet doen. Oh my god! Hij heeft het gedaan. Je beschermde hem toch? Nou, niet goed. Ik schoot op Enzo. Je schoot super mis. Nee, ik echt waar. Link, ga maar weg. Hou maar op. Disconnect. Fuck man, waarom moeten jullie het nou verpesten? Ik wil zo graag een Oculus. Ik wil echt een Oculus, man. En het maakt me niet uit dat je die dingen een Oculus, hoe je dat ook noemt. Ik wil gewoon een Oculus. Je wilt er een. Oh, maar we gaan nu eerst naar binnen. Okay. Oh, pas op voor de traps. Pas op voor. Ja, Blijf bij elkaar. We gaan eerst naar boven kijken. Gaan we eerst boven kijken? Ja, eerst boven. Oh, wow, check wat hier is. Gewoon een verdieping. Wow, is gewoon helemaal niks hier. Holy shit. Oké, we gaan heel voorzichtig naar... Oh, wacht, pas op. Kijk, daar zijn traps. Links en is rechts zijn traps. Ja. Zal ik kijken? Gast, als deze hele tempel explodeert... Oh, dit. Volgens mij, dit heb ik een keer gezien. Je moet een goede combinatie. Op. Ja, want anders... En als je... Oh, kijk hier. Weet je wat, ik ga gewoon naar het redstone team systeem kijken. Oh, er zit iets in die chest. Oh! 4 gold en 4 bones. Omdat we slim zijn en niet op de levers gaan klikken. Kijk, we zijn er. En wat doet het eigenlijk? Je kan ook nog hier weggaan, er zit ook nog een chest. Oké, wacht, ik klik op deze. Wat heeft het gedaan? Ja, helemaal niks. Wat heeft dit gedaan? We moeten hier rechter nemen. Oh, ja! Ik zit vast! Jezus! Ongelooflijk! Oh my god! Dit is geniaal! What the fuck? Nu kan je weer door! Oh mijn god, je zat gewoon vast, dude! Weet je hoe geniaal? Oké, we gaan hier langs. Oh! Holy shit, een tripwire! Low brain. Oké, ik heb het kapot gemaakt. Want zo hoort dat. Nice! Oké. Dit was gewoon een. Oh, daar zit een chest! Je moet even zorgen dat dit stopt. Oké, pas op. Kan ik hier langs? Ik weet het niet. Ja, ik kan hier langs. We hebben wat zit erin? Oh mijn god, er zitten gewoon alleen maar bones in. Dit is echt heel kwalitatief. Alleen maar bones. Ik snap het niet. Minecraft, fix het. Ik heb serieus kilometers afgelegd, ja? Kilometers. Ik kom bij een tempel, er zitten gewoon bones in. Bones. Daar maak je bone meal van. Bone meal. Ik heb serieus vaker zoveel afstanden afgelegd, zoveel kilometers. En dan kom ik uiteindelijk ergens. En dan kom ik een super epische zandkasteel tempel tegen. En wat zit erin? Fucking niks. Arrows, weet je wel? Dat je denkt, ja, die kon ik ook maken bij mijn thuisbasis. Maar er zit hier echt helemaal niks. Nee. Er zit gewoon niks. Nee, het enige wat leuk is dat het een tempel is. En ja. De vorige aflevering waren mensen al een beetje geïrriteerd. Zo van, ja, nu hebben we die tempel niet kunnen zien in deze aflevering. Nou, dan maar de volgende. Beter is het wel goede loot. Dan hebben we dit, weet je wel. Kut loot. Hé, maar die zombie, die heeft wel een iron sword in zijn handen. Zo, ja, dat wil ik zien. Dat wil ik zien. Oh, ja, inderdaad. Wow. Dat moet wel speciale zombies zijn. Hij is dood. Oh, en hij is gedropt. Ja, geniaal. Dat gebeurt niet vaak. Nee, klopt. Dat is 40% of zo. Oh, hij is wel echt bijna kapot. Gebeurt niet vaak. 40% is bijna de helft. Ja, maakt niet uit, Jerry. Maakt niet uit. Nee, jullie moeten me gewoon met me eens zijn nu. Ja. Ik ben het altijd met je eens. We moeten je steunen nu. Oké. We moeten nu even met me mee. Anyways, ik wil echt even zo'n okkeletje hebben, oké? Oké, we gaan naar... Zie ik er nou één? Okkeletje, omeletje. Nee, ik zie... Nee, we gaan er geen omeletje van maken. Kijk, een kip! Zag je daar een? Nee. Kip. Ik wil er echt één hebben, maar wat hebben we nou nodig voor die okkelet? Heel veel vis. Ik ga ons wel vissen vangen, ja? Oh ja, ik heb een vishengel ook bij me. Jongens, kijk levers! Hoe komt dit? Huh?
Wow, wat een mysterie. Fucking Jair. Oké, okay, Jair is de vis. Ja. Doe je gaat niet kloten bij ons. Oké, okay, pas op. Er komt er een, er komt er een. Oh, dat is Jeremy's bubbels. Ja, ja, ja. Trek. Oh, te laat. Sorry, ik ben niet zo goed in trekken. Vis. Storma. Oh, heb je een vis gevangen? Oh, ik bedoel, oh, vis. Oh, mijn god. Ik zat in F1-modus. Ik zag het helemaal niet. Nee, dat was dus de reden waarom ik vis zei. Oh. Wow, wat zie ik daar in de verte? Wat is dat? Oh, dat is gewoon een soort van klein lantaarndingetje. Net zoals daar. Dat zijn cocoa beans. Yes, ik heb salmon. Cocoa beans. Coco. Oh, nee, zullen we het meenemen, die cocoa beans? Kunnen we chocoladekoekjes maken? Oh, echt? Oh, dat is cool. Ja. Wow, we hebben allebei... Oh, wow. Ik heb een zadel! Oh mijn god, je hebt een zadel! Kijk, daar verderop is een varken. Oh. Oh, thanks voor je tortjes. Echt random, zo van, yo, hey, tortjes. Ik ga heel even op dat varkentje rijden. Ik ga op die vark ga ik vissen. Oh mijn god, dat ga je sowieso een goede loot krijgen, jongen. Dat staat dan op die varken. Ik bedoel, hoe epischer je vist, hoe epischer de vangst, hè. Zo, ik zie daar iets in de verte. Is het een gorilla? Nee, het is Jeremy. En zo, help het zo vast. Ik zie niks. Jongen, waarom komt er al vet lang helemaal niks hier? Omdat echt niemand waar. Jouw hengel leuk vindt. Moet je ook even... Jongen, mijn hengel is geenchantment, Luck of the Sea 3. Maar het enige wat ik krijg is gewoon... vis. Nee, ik heb niks en ik krijg een saddle. Oké, dames en heren, welkom bij Vis TV. We gaan even heel erg rustig naar de dobber kijken. Ik wil echt een moment van stilte. En je zult zien dat als je stil bent, dat echt de epische loot komt, oké? Okay? Ja. Oh, oké. Okay. Oh, een salmon. Maar even nu vanaf het begin stil, oké? Oké. Oké. Welke is nou van mij? Die daar. Oké, dank je. Alsjeblieft. Ik zie je bewegen. Het werkte. Het was een vis. Het was een hele mooie vis. Het is wel spannend zo. Holy shit, wat sta je dichtbij? Het is wel een gewantische... Oh, je lijkt me af. Wat doe je? Stil. Oh, sorry. Komt. Oké. Goed opletten. Ja, hij komt. Jullie zijn echt lekker. Oh! Oh, jongen, ik vang alleen maar verrotte vis, man. Ja, maar die vis heb je nodig. Oh ja, die heb ik nodig. Ja. Alleen maar goed. Okay. Alleen maar goed. Okay. Kijk, daar komt erin. Zie je hem? Daar is hij. Oh, daar is hij. Hij viel ons wachten. Ik gooi de twee loempia's weg. Ja, daar komt hij. Ja, allebei. Oh nee, jij. Trek. Wow, wat had je? Ik had een supermooie vis, hij heet een salmon. Oh mijn god, was het salmon? Van de zijkant zag je echt uit als een zo'n dinosaurussteen opgegraven. Ik heb een dinosaurus opgegraven. Ja. Kijk, nog een dinosaurus. Hoe noem je hem? Ik noem hem Henry. Ja, waarom ik vang ook Henry. Yes. Huh? Oké, okay, nee, ik heb 5 rauwe vis van dezelfde soort. Dat is goed, toch? Ja, daarmee kan je hem krijgen. Oké, wat, een kind? Daarmee kan je de bitches krijgen. Oh, de bitches. You get all the pussies. You get all the pussies. All the ladies. Oké, ik ben allemaal troep even... Ja, nu ga ik die boons bewaren ook. Het bos staat in de fik. No joke. Nee, echt? Het bos staat in de fik. Nee. Er is hier echt heel onhandig, midden in de jungle, een poeltje met lava en alles eromheen staat in de fik. Hè? Huh? Heb jij dat niet gedaan? Nee, ik heb... Hoe kom ik aan lava? Wacht, ik ga iets hoger staan. Kijk, dit helpt. Okay. Ik weet zeker, jongen. Ik moet echt goede loot krijgen. Dat kan toch niet anders? En zo, we hebben al genoeg, hè? Kijk, hop. We hebben al genoeg. Ja, ik heb 5 van dezelfde soort, maar... Oké, okay, je geeft dus die 5 raw fish... Ja, je moet zeg maar... een occlut. Je moet zeg maar voor de occlut staan. Ja. En dan, als je zeg maar ziet, je notice, je senpai... Ja. Dan gaat hij zo bukken en dan gaat hij langs naar je toe lopen. En dan vroeg je niet. Heel langzaam gaat hij naar je toe. En als hij eenmaal bij je is, ga je heel langzaam met je muis naar hem toe. En dan rechtermuis op hem en dan heb je hem. Oké, en wat gebeurt er dan als je hem hebt? Volgt hij je dan? Dan verandert hij in een normale poes en dan volgt je. Wow, hij verandert echt in een normale poes? Ja. Oh mijn god. En deze strength 4. Explosies. He will follow you for life. Zo, dat is episch. Oké, nu wil ik... Ik moet nog 2 salmon. Dan heb ik van allebei de vissoorten 5. Want dan kan ik 2 katjes vangen. Oh yeah. Katje. Oh yeah. Sabba pussy. Oké, in 1 keer is licht. Oh. Hey, hoe kan dat nou? Oh. De werengoden. Waar ben jij trouwens hier? Ik weet niet. Ik ben compleet verdwaald in de rimbo. Ik was aan het zoeken naar een ocelotje. Ocelot. Oh, de ocelot.
Oh man, juist als je gaat tryharden, dus dat je voor epische loot gaat hopen, gaat duimen, fingers crossed, weet je nog, van 2 afleveringen geleden, dan krijg je het niet. En als je dan een keer voor de grap je hengel eruit gooit van, ze het toch niet krijgen, dan krijg je in één keer een boek of zo, weet je wel. Ja, maar dat is ook de regel in Minecraft. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar diamonds, vind je die shit niet, heb je die nodig, vind je er genoeg. Precies, jij snapt, we zitten zo op één lijn. Precies. Echt of in één wereld. Er is maar één. Wow, dit is Space End. Toem, 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 toem. Wat doe je? Toem, toem, geen idee wat doen. Ik ga jullie weer terugzoeken. Ja. Klinkt als RuneScape geluid. Volgens jongens, ik wil niet heel veel onrust omzaaien, maar heb je een poes? Volgens mij heb ik gewoon nog een jungle temple gevonden. Nee, serieus? Ik heb nog een jungle temple gevonden. Oh my god. Oké, wacht weer op ons, oké? Oh my god, Oké, wacht weer op ons. Dit wordt episch. Dit wordt echt episch. Gewoon alweer. Oké, ik echt die tempel vinden. Ben... Oh, er komt een visje. Ja, oh, lekker visje. Stap. Als ik 2 keer gewoon 5 raw fish heb, dan is het ook goed, toch? Hoeft niet per se raw fish en dan de raw salmon te zijn. Zover ik weet kan het alleen maar raw fish, maar voor mij met raw salmon fish. Ook. Oh. Dus, ik weet niet zeker. Oké, kan je alvast de coördinaten typen? Yes. Dan kunnen wij zo naar jou toe komen. I am doing. Oké, daar komt hij. Oh man, wow, dat was een vet geluidje. Ik heb gewoon een pufferfish. Oh. Echt stoer. Wow. Oh, er komt een oculut. Oh, die kan. Ja. Oh. Heb je er een? Nee, ik heb. Wow. Oh, lol. Jij left the game. Ik denk al, hè? What the fuck? Ja, je hebt me gevangen. Dus oké, we gaan naar 2400. Even kijken waar ze het heen. Oh, dat is die kant uit. Oké, nog een keer typen. Gast, hij vangt er gewoon nog een, hè? Of ik bedoel, de hele tempel heb je gevangen gewoon. Ik ben echt een held. Ik vang die hele tempel gewoon in één handje. Ja. Je goed. Zet hem straks wel weer neer, oké? Ja, is goed. Voordat jullie er zijn, zal ik hem eventjes neerzetten. Kunnen jullie ook even kijken, weet je wel. Daarna neem ik hem gewoon weer mee. Oh, ik wil straks wel even een vette selfie maken met ons voor de tempel, ja? Oké. Zo van, en dan ga ik hem uitprinten en boven mijn bed hangen of zo. Oh ja, ja, dat je er gewoon iedere keer naar kan kijken als je wakker wordt. En dan word je echt vet gelukkig en dan ga je heel erg blij. Ja, bezig. En dan, you will always be on my mind. Ja, inderdaad. Ik heb echt 10 fotootjes heb ik naast mijn bed hangen. Daar ben ik heel gelukkig mee. Dan kijk ik allemaal eventjes slapen. Ik zie je. Oei, ben je er? Ja. Kijk, het is een wilde en zo knooi zijn natuurlijk. Oh, 360, zag je dat? Ja, nou welkom. Ik heb me even neergezet weer. Kun jij ook even kijken? Dank. Mijn dank is groot. Maar hij is wel heel groot. Bedankt. Dit is een andere tempel. Bloemen. Oh, echt waar? Via waar gaan we naar binnen? Ja, want je kan maar via één kant naar binnen. Piebels! Time. Mos. Mos. Hier, je kan hier. Je moet het ook zelf openhakken. Ja, mos. Ik zie niet waar je bent. Je bent hier, gewoon beneden. Waar is beneden? Godsamme. Jezus, gewoon beneden, man. Oh mijn god, oh daar. Hier. Ja, oh ja, ik dacht dat je de cool was. Let's do this. Oké, wacht jij. Die gaan Link en ik gaan links. Okay. Nee, Link en links. Ja, oké. Nice. Oké, eerst boven kijken. Oh, alweer een verdieping boven. Helemaal niks. Je moet hierheen. Oké. Kijk, een secret. Oh mijn god. Pam, het is gras. Nou, wat het is, zie je in de volgende aflevering. Oké, we gaan weer voorzichtig naar beneden. Oh, weer levers. Levers. Oh, pas op, want hier zit tripwire. Pas op. Het is kapot. Oh, mijn god. Oh, je werd... me aan. Ik ben geraakt. Ja, je werd getrikt. Trick. Oké, ik ga er gewoon heen, mensen. Sappig. Ik wil in de chest kijken. Wat zit erin? Ja, jij mag kijken in de chest. Oh, money! Money! Zit er money in? Oh, en er zitten we 11 bones in. Nou, echt waar, jongen. Al schiet je me lek. Oh, wat gebeurt er? Ja, je schiet pijlen. Die heb ik eruit gehaald. Die neem ik gewoon mee, die pijlen. Alle hier, er is nog een kist, hè? Oh, nog een kist. Hier. Moet je even kijken. Hier, kijk. Nice. Oh, je wordt zo blij. Oh! Eindelijk! Kijk, dit is de loot die je wilt hebben. Mm-hmm. Respiration 3 en Knockback 2 op een enchanted boek. Nice. En Respiration 3 is dus om op je helm te doen. Dus waar de fuck die Knockback 2 op slaat, weet ik niet. Alsof je gewoon een headbutt kan geven en die ander vliegt 3 meter weg. Nee, dan kan je kiezen.
Okay, ja, inderdaad. Maar ja. Restoration 3 is veel beter dan Knockback 2, man. Yeah. Oh mijn god, dus één van jullie die krijgt dan een helm. En ik vind dat Jeremy dat is, want die heeft al twee keer de tempel gevonden. Ja. Dus jij krijgt gewoon een enchanted helm. En dan kan je gewoon echt super lang gewoon al het water inslikken, net zoals goudvis. Lekker. Jeremy wordt een goudvis. Ik kan eindelijk in mijn eigen water staan, 24-7. Oh, sappig. Ja, nee, hartstikke leuk. Helemaal mooi. Oké, okay, en nu? Zal ik nog een tempel zoeken? Zijn we er wel een beetje klaar mee nu? Ja, laten we maar gewoon even naar die supergrote stuk land gaan die we eigenlijk zochten, weet je wel? Ja, dat is hier. We zijn eruit. Oh, nee, shit. Ik val helemaal naar beneden zo. Oké, okay, maar we gaan wel even de coördinaten hiervan opschrijven. Want dit is wel echt een hele coole ervaring om nog een keer te delen met alle kijkers. Dit was echt cool. Ja, dat was wel echt vet hoor, deze game. Maar Minecraft is ook heel cool, hè? Ja, zeker. Cool spel. Echt. Oh, als je aan coole mensen vraagt, speel je Minecraft? Zeg sowieso ja. Oké, okay, ik schrijf even de coördinaten op in mijn telefoontje. In mijn Nokia 3310. De telefoontje. Telefoontje. In mijn mobieltje. In je Nokiaatje. In mijn Nokiaatje. In mijn koelkast, die echt niet te destroyen is door geen enkele baksteen. Je baksteen. In mijn baksteen. Baksteen. In mijn baksteen. Waterkamer. Oké, en nu? Wat is de goal? Oké, kom. De hele squad bij elkaar. Even allemaal handje in het midden. Handje? Oké, en dan op 3, 2, 1 wil ik onze Jel horen. En jullie weten hem allemaal nog wel, oké? Jel, ja? Oké. 3, 2, 1. Poep! Jel. We weten het wel. Met Enzo Knol en de Linktijger en de Always Compilation staan we sterk. Sappig. Sap. Lekker sappen. Drink het maar op. Ja. Yay, we gaan! Het was hem. Ja, echt, die houden we erin. Die wisten hem gewoon nog. Die houden we erin. Echt knap dat jullie hem hebben onthouden gewoon. Ja. Nee, jullie wisten hem niet meer. Ik wist hem nog. Echt wel. Weet dat als we hem dadelijk nog een keer doen dat jullie niet meer weten? Echt wel. Ik ook niet meer hoor, maar dat maakt niet uit. Nee, maar nu moeten we toch echt wel even dat eilandje tegenkomen, man. Ja, klein. Oh, gast, check waar we zijn helemaal. We zijn bijna bij 4000, joh. Wow. Best wel ver. En die andere... Goals. Oh, laten we hier links gaan. Dan gaan we en naar de 4000 en die andere komt op 3000 te staan uiteindelijk. Oké, dat wordt cool. Hey, heb je die zadel nog? Dan kan je hier weer op rijden. Ja. Geef me een beetje. Hij maakt ze allemaal dood. Nee. Dit is gewoon voor vlees. Er zijn er genoeg. Kijk, hier is nog eentje. Maar ik heb geen... Heb jij een carrot? Oh mijn god, ik heb geen carrot. Oh man. Ja, en als ik een carrot had, had ik hem opgegeten voor je neus. Want jij killed die oclet, deed het voor mijn neus. De oclet. Ik ben de enige poes die mee mag op deze reis. Is dat niet duidelijk? Hij probeert wel de... Hij wil je claimen. Voel je dat al? Ja, echt hè. I'm yours. Forever. I'm yours. Overattached kitty. Nog een jungle. No joke. Echt waar? Ja, nog een jungle. Oh, waar zijn jullie dan? We gaan tempels vinden. Waar zijn jullie dan? En gewoon doorgelopen, hè? Ja, ik ook. Oh man. Huh, jullie zijn helemaal... Oh, hier Enzo, hallo. Daar. Hey, knullie, willie, ja, sorry, jullie hebben van die smink op, die camouflage smink. Papa en mama hebben je weer gevonden. Waar is die jungle dan? Ja, hier. Je loopt echt volledig niet de goede kant op. Ja. Kijk, hier, ga je naar boven en dan zie je het daar. Echt waar? Taart waar? Wow. Hey, paarden! Wow! Paarden! Holy moly, dit zijn knollen! Ik wil op een paard rijden! Oh, laten we nou net geen zadel... Oh, we hebben een zadel. Heb je een appel? Jongens, een appel. Ik heb een appel. Een appel? Nice! En wat gebeurt er dan met een appel? Oké, welk paard wil ik? Ik wil deze. Wat die gebeurt er met een appel? Ja, kan er gebeurt niks. Niet. Wat kan je met een appel doen? Ik kan temmen. Nee, je moet er gewoon, als je hem wilt temmen, jongens, gewoon erop zitten en dan proberen... te temmen. Nee, niet te veel achter elkaar. Je moet rustig doen. En dan... Ja, hebt hem getemd. Ik heb hem getemd. Dit is mijn fucking paard. Nu heb ik een zadel nodig. Mag je een zadel? Ja hoor, alsjeblieft. Yes. Is het wel een snel paard? Oh mijn god, tuurlijk jongen. Deze heeft fucking veel cc. Hé, hey, je hebt me je zadel gejat. Yo, later bitches. Oh my goodness. Rare man. Nee joh, ga maar op paard rijden. Maar nee, ik pak die zonnebloemen, want het staat even lijf vol zonnebloemen. Oh, kijk. Nee, ga maar op het paard. Dat was jouw zadel, Jeremy. Nee, dat was mijn zadel. Yay, wow.
Hier, neem de zonnebloemen mee, want dat is mooi. Ja, maar ik heb superveel bloemen bij ons thuis laatst, man. Ja, maar ik wil deze meenemen, want dan ruikt het tenminste lekker. Oké, okay. Wacht, het blijft gewoon nacht. En even kijken. Ja, het blijft gewoon nacht en we gaan ietsjes dippen. Dieper het bos in, oké? Okay? Dippen. Oké, let's go. Dippen met die shippies. Pas op voor alle creepers. Ik heb met je paard. Wow, hey, is dat een paard die snel kan rennen of die echt super hoog springt? Je hebt twee soorten. Heel hoog springen. Okay. Hij kan heel hoog springen? Ja. Oké, dat is goed, want dan kan je ons overal volgen wel. Want Enzo, je hebt nu een paardenrenbaan, maar geen paarden. Jawel, ik heb superveel paarden. Ja, jawel, je hebt wel paarden. Ja, ja. Tuurlijk. Oké, ik dacht dat ze dood waren. Nee. Oké, ik zit helemaal vast met het paard. Hey, jongens, mijn instinct volgt deze kant, dus ik ga deze kant gewoon op, want ik vind die tempel... Ja, ik zie een tempel. Nee, echt niet. Nee, dat was een grapje. Het leek er echt heel erg op. Holy shit. Aardappelschil! Oh, kaarsjes met mooie haren. Oh my goodness. Zijn jullie er doorgelopen? Lukt het wel. Oh my goodness. Oh nee, hier is het einde alweer. Het is een kleine jungle dit. Jammer, kleine jungle. Nou, helaas niks kunnen vinden. Maar hey, je kan niet altijd goede vangst hebben, hè? Hey, dit is heel mooi gezegd. Oh mijn god, een tempel! Ja, een tempel, ik zweer het je! Ja? Oh mijn god, een tempel, echt waar! Ik zie hem. Tempelhunter zie je yes! Zo. Oh mijn god! Oh man, als er nu loot in zit, mag ik het hebben? Oh yeah. Oké, kom hier. Stop hier. Halt, stop. Ik ben de beveiliger van deze tempel. Oké, waar is Jeremy? Ik ben onderweg, ik heb geen idee waar jullie zijn, maar mijn gevoel gaat hierheen. Oké, 2, 7, 6, 5, 7, 1, 4, 1, 6, 6. Dat is de code van de tempel, seks. Wat, seks? Waar? Yeah, super sappig man. Sappig. Ging je over een riviertje heen? Ja, over een riviertje, dan ben je er bijna. Oh mijn god, dit is episch man. Oké, we gaan erop staan, wij zijn de... Hey, plaats een torch, plaats een torch. Wij zijn de krijgers. Plaats een torch, zodat hij het kan zien. Oh ja, ik zie hem. Likes zie hem. Jeremy dit ziet. Nee. Yeah, ik zie jullie jongens. Waar? Perfect. Yay! Nice! Oké, super awesome! Dames en heren, tof dat jullie hebben gekeken naar een gloednieuwe aflevering. Ik zou zeggen, doe nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Check huns kanaal. En echt waar, de volgende aflevering gaan we de tempel openmaken. Want we hebben al een tempel opengemaakt. En je weet het, twee tempels in één aflevering kan ongeluk brengen. Dus, we zien jullie morgen om 7 uur. Dikke vette peace! Knol Power!